Bij voetbalclub RCL in Leiderdorp vond woensdagmiddag de doortrapdag plaats. Het is een informatiemiddag bedoeld voor senioren over veiligheid op de fiets. In het clubhuis stonden informatiestands opgesteld en buiten kon men verschillende fietsen uitproberen. Buiten heb je misschien gezien, staat er een fietsparcours en er staan ook een driewielfiets en duofietsen. Ja, ouder worden gaat geleidelijk en dan komen er misschien gebreken langs die je niet verwacht. En zo kun je toch eens kijken wat er dan wel nog kan als je niet meer zo zeker bent. We hebben ook gewoon nog wat andere handige informatie van fietsroutes hier. En wat handige spullen die je kunt gebruiken om goed te blijven fietsen. Zoals fietsspiegels, die zou ik niet denken. Maar als je wat ouder bent dan ik en je gaat zo kijken, dan gaat het niet zo goed meer. Daar is zo'n spiegel bijvoorbeeld handig voor. De doortrapdag is onderdeel van het project Doortrappen van de Rijksoverheid. Er valt namelijk nog veel te winnen op het gebied van fietsveiligheid voor senioren. De trieste realiteit is dat bij de meeste ongevallen met fietsers gaat het om senioren. En vaak gaat het dan ook nog om wat ze noemen enkelvoudige ongevallen. Dus mensen die rijden tegen een paaltje of die vallen om, nemen een bocht niet goed. En iedereen die niet naar de spoedeisende hulp hoeft, is natuurlijk weer eentje gewonnen. En daar doen we het voor. Ook wethouder Gepke van Gaal kwam een kijkje nemen bij de doortrapdag. Nou, ik denk dat het heel mooi is dat we dit doen. Er zijn een aantal dagen georganiseerd om ook echt de fietsveiligheid aandacht te geven. Er komen hier mensen die willen proberen op een driewieler. Er komen mensen die gaan een parcours afleggen om ook bewust te worden van wat er allemaal gebeurt om je heen. Dus ik denk dat dat een hele mooie manier is om de bewustwording te creëren. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken, zullen in de herfst meer activiteiten plaatsvinden in de regio rondom het project Doortrappen. De week na de herfstvakantie komen we met het fietsloket nog in 5 gemeenten. In Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten. Dat is iets kleiner dan zo'n doortrapdag, maar dan hebben we wel alle informatie bij de hand. En er is een mobiele fietsenmaker die eigenlijk iedereen die langskomt met zijn fiets even kan helpen om te kijken of die fiets goed is afgesteld, lekker comfortabel en veilig kan blijven rijden.